Ik heb een hele unieke motor, een Honda CP750 K2 uit 1972. En wat er zo uniek aan is, hij heeft zadelverwarming. Dat is alleen niet de bedoeling. De accu die wordt een beetje warm, dus ik heb een laadprobleem. Ga eens even ontdekken waar dat aan ligt. Welkom bij het hok. Je kent dat vast al, hè? Het is zondag. Nou, ik had niet alleen een laadprobleem, ik had ook een cameraprobleem. Ik had namelijk alles netjes opgenomen, dacht ik. Uitgelegd, dacht ik. Doorgemeten, dat klopt. Ontdekt waar het probleem zat. Tenminste, op basis van een beetje goed gokken, educated guess. Ik had alleen niks opgenomen, dus dit is de tweede keer dat ik dit nu ga vertellen. Dus het zit wel vers in mijn hoofd, dat is fijn. Zo'n laadmechanisme in zo'n oude motor bestaat uit wat meer onderdelen dan in de nieuwe motoren. Een van de dingen die ik niet meeneem in dit hele verhaal, dat is de dynamo. Er zijn op internet genoeg filmpjes van te vinden. Dus daar moet je dan maar even op zoeken. Het is een driefase dynamo of three phase, alternator zoals ze dat noemen. Dus die ga ik even niet doornemen en ik weet ook dat die goed is. Die heb ik van het zomer nog doorgemeten. Dat laadsysteem, ik heb hier een blaadje uit het handboek van meneer Honda. Daar staat het allemaal op. Deze leg ik zo even op de werkbank en dan leg ik uit wat de verschillende onderdelen zijn, wat ze doen en welke ik ga doormeten en waar je eventueel zelf nog wat aan kunt doen. Oh ja, en wat je nodig hebt is een werkplaatshandboek met een elektrisch schema erin. Dat is handig. Je hebt een multimeter nodig waarmee je een diode kunt testen. Een continuity test noemen ze dat. De diode teststand. Even kijken. Nee, dat doe ik ook wel even op de werkbank. Laat ik op de werkbank zien. Maar dat heb je nodig. Een beetje werkruimte. En ja, dat is eigenlijk wel genoeg. Ik heb er zelf ook even een banaantje bij. Dat laat ik zo zien waar ik die voor gebruik. Wat je hier ziet is het plaatje van het laadsysteem. Die had ik net in mijn hand. We hebben hier de dynamo. Dat spul gaat naar de gelijkrichter toe, die maakt dus van de wisselstroom gelijkstroom. Gelijkstroom gaat uiteindelijk je accu in, 12 volt gelijkstroom. En daartussenin zit de spanningsregelaar. En die zorgt ervoor dat er niet te veel stroom richting je accu gaat. Dan gaat hij dood. Nou, grote kans dat dat bij mij is gebeurd. En dat hij op tijd stopt als de accu vol is. Deze kun je afstellen. Dat laat ik zo even zien hoe je dat doet. En van de gelijkrichter laat ik even zien hoe je hem kunt doormeten. Wat jij op je multimeter nodig hebt, is een knopje waar dit symbool bij staat. Van een diode. Als ik daar mijn multimeter even bij pak, dan zie ik die hier staan. Zie je hem? Een diode, er gaat naar één kant stroom door en van de andere kant niet. Gebeurt dat wel, is je diode kapot. Hartstikke leuk zo'n plaatje, maar waar leeft dat spul nou allemaal op je motor? Nou, dat laat ik even zien. Nou, voordat je überhaupt met elektra aan je motor bezighoudt, haal even de accupolen van je accu los. Dat heb ik inmiddels gedaan. De sleutel haal ik er even uit, anders loop ik hem kom. Elektra. Bij deze ronde CB750 zit achter dat linker zijkapje. Haal die er ook voorzichtig af, want deze nokken die zijn heel broos als dat oud is. En dit is een kapje van 50 jaar oud. Die heeft al een leven achter de rug aan. Aantal onderdelen. Dus even het plaatje erbij haalt wat ik je eerder liet zien. De dynamo zit hier aan de linkerkant. Dat bestaat uit een vast deel. Dat zit met drie schroeven aan dit zijdeksel vast. En een draaiend deel, dat zit op het uiteinde van je krukas. Die zit hier achter. En daar zitten hier zuigers aan vast. Die gaan daar op en neer. Die stroom gaat uiteindelijk via deze kabeltjes naar de elektrakant. Nou, wat je hier ziet, een aantal dingen. Ik heb hier een zekeringkastje. Ik heb dus er even een ander kastje ingezet. Een steekzekering. En dat is wat betrouwbaarder dan de oude kastjes. Verder vind je hier nog een startrelais. Hierachter zit het knipperlichtrelais. Hier zit nog een diode. Hier zit de spanningregelaar. En hier zit de gelijkrichter.
Deze gelijkrechter ga ik doormeten. En de spanningsregelaar ga ik ook doormeten. Nee, die ga ik niet doormeten. Ik ga laten zien hoe je hem afstelt. Nou, zoals je ziet, dat zit al een beetje los. Dat heeft weer te maken met dat mislukte filmpje. Nou, ik haal eerst die gelijkrichter eraf. Dan zit gewoon met de stekker. Er zitten drie gele draden. Een groene draad en een rode draad op. Aan beide kanten. Rood, dat is spanning. De groen is de aarde als het goed is. En die drie gele, nou ja, die vind je ook aan je dynamo. Die gelijkrichter, die zit met een bout vast aan een houdertje hier in dat elektronica compartiment. Zorg er alsjeblieft voor dat het schoon is. Blank staal, hier ook, dit is je aarde. Massaproblemen, je kent ze vast al, ook met oudere auto's of met een oude motor. Dat je knipperlicht rare dingen gaat doen. Of dat je verlichting gek doet. Dat is vaak een massa die niet goed is aangesloten. Dan hebben we hier de spanningregelaar. Die zit met twee bouten vast. En dat zit in rubberen bussen. Zodat hij enigszins heel blijft. Dus die draai ik hier weer even in. En die zit met drie draden vast aan de rest van je dradenbende. Dat is een groene draad, een witte draad en een zwarte draad. Dit stickertje zit erop, dat zat erop en dat heb ik er weer opgeplakt, zodat ik gewoon weet hoe die draden erop moeten. Dus die haal ik los. Als je toch bezig bent, check even of al je contacten goed zijn, of je verbindingen netjes schoon zijn, of ze stevig in elkaar zitten, niet gecorrodeerd enzovoort. Nou, deze twee jongens, die gaan even uit hun permanente huis naar het tijdelijke huisje op de werkbank en dan gaan we daar eens even uitleggen hoe dit ding werkt en uitleggen hoe we deze doormeten. Oh ja, en natuurlijk om brokken te voorkomen. Ik heb er dus veel te veel spullen in mijn schuur liggen. Dus deze, dat doen we even anders. Die rubbers doe ik even een heel klein beetje vaseline. Dan glibbert hij er makkelijk weer af en op. Zeker nu het kouder is. Ik vind dat rubber dat niet echt heel fantastisch. Dat geeft niet echt mee. Dit zijn ook nog de originele rubbers. Het verbaast me nog dat ze het nog steeds doen. Een beetje vaseline zorgt er in elk geval voor dat ze er ook makkelijker in en uit gaan. Maar dat je ze onderweg niet verliest. Dit is roofgoed. Mocht je het niet kwijt willen raken, je kunt die nokjes aan de achterkant even een klein gaatje doorheen boren en een splitpennetje erin. Dan zijn ze niet zo makkelijk te jatten. Tot zover deze kant, we gaan nu naar de werkbank. De gelijkrichter. Even kijken, hier hebben we het schema. Daar staat in dat er 5 draden op zitten. Een rode, een groene en 3 gele. Nou, wat je wilt... Kijk, je ziet hier het symbooltje voor de diode staan. Dat symbooltje dat geeft aan dat de stroom in de richting van de pijl erdoor kan, maar de andere kant op niet. Dus wat ik ga doen, ik ga hier de pluspol, of de pluskabel van mijn multimeter opzetten, deze rode. Dan zou, volgens de theorie, op de gele niets komen, want hij gaat tegen een pijltje in. Dat ga ik voor alle drie de gele doen. Dus ik zet de rode pol op de rode kabel. En de zwarte zet ik op de groene. Dan moet hij niet uitslaan. Wat ik daarna ga doen is dat ik op de rode kabel de zwarte pol zet. En op de gele de rode pol. En dat zou betekenen dat de stroom van geel naar rood gaat voor alle drie. Als dat werkt, ben ik tevreden. Wat ik daarna ga doen, is dat ik op de aarde de rode ga zetten en op de gele de zwarte. En dat doe ik ook wel andersom. En dan zou ik hetzelfde fenomeen moeten krijgen als op de rode. En als het goed is, werkt dat dan precies andersom. Ja, dan zet ik hier de stroom op. En dan zou die door moeten stromen naar de gele, als ik hier de rode opzet. Zet ik hier de zwarte op, dan gaat de stroom van deze kant, wordt die tegengehouden richting de aarde.
Als allereerste pak ik mijn multimeter. Die zet ik op standje diode testen. Nou, zoals je ziet, hij geeft geen waarde aan. Dat is goed, er komt geen stroom door. Zet ik deze op elkaar, gaat hij en piepen en blaren. En hij geeft een waarde aan. Nou, waar heb ik nou dat banaantje voor nodig? Om hem zeker te weten dat hij nu niks aangeeft. Dus dat is goed. Dus het banaantje kan op. Het kan natuurlijk ook zonder banaantje, maar ik moest het banaantje gewoon even ergens kwijt in het filmpje. Dus, daar is het banaantje voor. Het banaantje is kapot, die moet op. Goed, diode testen. Er zitten 6 diodes in. Dat zijn deze jongens hier. Er zitten 2 aan deze kant, eentje aan die kant, 2 aan deze kant en hier achter zit er nog eentje. Nou, die kabels, dat is lekker makkelijk. Nou, zoals je ziet, de rode kabel is de linker. De aarde is de rechter en die onderste 3, dat zijn de gele. Dus gaan we nu eerst het eerste testje doen. Eens kijken of de stroom vanuit de rode... Kijken of de stroom vanuit de rode naar de gele gaat. Dat mag niet. Dat is tegen het pijltje. Dus mijn multimeter moet niet uitslaan. Dat is nummer 1. Gebeurt niks. Nummer 2 gebeurt niks. Nummer 3 gebeurt niks. Dus dit is goed. We gaan nu andersom meten. Dan zetten we de rode op de gele. En de zwarte op de rode kabel. Dus dan moet de stroom wel doorgaan, want dan gaat hij met het pijltje mee. Gaan we dat ook eens even proberen. Dus de zwarte op de rode. Goed. Die is goed. En die is ook goed. Je wilt dat daar... Oh, sorry. Je wilt dat daar 3 ongeveer dezelfde waardes uitkomen. 470 millivolt. 470 millivolt. En 480 millivolt. Nou, ik hou ik mijn hand ervoor. Dat is niet handig. Het lijkt mij dat dit goed is. Dan gaan we nu het omgekeerde trucje doen. Dan gaan we dus van de aarde, dus deze groene draad, gaan we naar de gele toe. En als we van de aarde dit volgen, houdt hij hem tegen. Houdt hij hem niet tegen. Dus de rode hierop, dan moet ik uitslag krijgen op de gele. Dus dan moet de rode op de aarde draad. Nummer 1. Het lijkt toch correct hetzelfde, hè? Ja, ik vind het prachtig. Nou, doen we datzelfde trucje omgekeerd. Zwart op zwart. Dus nu gaan we kijken of die ook van deze kant af dicht is. Daar gebeurt niks. Daar gebeurt niks. En daar gebeurt niks. Nou, wat mij betreft heb ik nu in ieder geval het idee dat mijn gelijkrichter niet stuk is. Kijken of ik daar nog iets van in het boekje vind aan specificaties. Ik heb echt geen idee. Even kijken. Hier staat niks. Silicon rectifier. Hitachi, gezondheid, 12 volt, polarity, main ground, nou, het ding weegt 0,45 kilo. Ja, dat kan ik wel wegen. Maar daar kan ik verder niks mee. Eens kijken of hier in het boek nog iets staat. Op deze pagina komen we zo op. Of in het boek nog iets staat over de waardes die eruit moeten komen. Requires cooling. Ja, logisch, want dat ding wordt warm natuurlijk. Die is de hele tijd stroom aan het omzetten. Voel maar eens aan de oplader van je telefoon of zo. Inspection. Tested, disconnecting, generator, testing, rectify function, normal en reverse directions. Nou, dat hebben we gedaan. Continuity, only one direction indicates a good condition. Both direction or no continuity in either direction indicates a defect rectifier.
Do not use a Magger. Er zitten vrij veel typfouten in het boek. Ik weet niet wat een Magger is. Als een van jullie weet wat een Magger is, M-E-G-G-E-R, zet het even in de commentaar hieronder het filmpje. Maar die mag je niet gebruiken. Nou. Oké. Dus die is goed. Ja, nou, daar ben ik er nog wel blij mee. De gelijkrichter die is goed. Dus ja, die kan ik er gewoon weer in schroeven. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, Erik, wat doe je allemaal moeilijk? Je kunt die twee dingen gewoon vervangen door één klont en dan is het klaar. Maar weet je, ik hou wel van dat oude spul. Dus ik ga gewoon kijken of ik het redden kan. Die kan er weer in. Dan hebben we nou de spanningsregelaar. Nou, wat ik al zei, dat ding dat kun je afstellen. Er komt 14, zoveel volt van je dynamo af. En die 14, zoveel volt, dat is met een aantal amperes. En ja, al naar gelang van hoe vol jouw accu is, gaat er meer of minder jus naartoe. Zo simpel is het. Ik zei dat je deze af kunt stellen. Ik weet ook dat deze kapot is. Maar kan je nog wel even laten zien hoe je hem afstelt. Dit ding. Daar zitten puntjes in. En degene die dit ding voor mij gaat fixen, die gaat daar een soort van elektronica in zetten. Zodat ik straks, als het lukt, ook nog eens een lithium-ion batterij of een lithium-ion accu in mijn motor kwijt kan. Dat is best leuk, denk ik. Die accu's kunnen niet tegen al te hoge voltages. En deze dingen die zorgen ervoor dat er echt veel te veel jus naar je lithium-accu gaat. Dus die gaat geheid kapot. Maar ik laat zien hoe je hem openmaakt en hoe je hem af kunt stellen. Maar ook hoe je hem test. Op de werkbank. Dus niet in het echt. In het nep. Theorie. Ja. De spanningsregelaar. Die zit hier. Dat is dit ding. De gelijkrichter. Met de diodes. Die zit daar. Die spanningsregelaar die zorgt ervoor dat er niet te veel stroom richting mijn accu gaat. Hier onderin kun je zien bij welk toerental die hoeveel stroom levert in volts. Nou, dat kun je meten met je multimeter. Dan zet je op, weet ik veel, iets van 20 volt. Plus op de plus van je accu, min op de min van je accu. Multimeter aan, starten en gewoon bij de verschillende toerentallen kijken hoeveel stroom die levert. Nou, je ziet op een gegeven moment houdt dat op bij 4000 toeren. Dan blijft die gelijk staan op 14,5. Is dit getal nou niet aanwezig, of veel te laag of veel te hoog, dan kun je in ieder geval even twee dingen doen. Het eerste is dat je van dit ding gaat kijken hoe de afstelling van binnen is en of de puntjes schoon zijn. Als dat zo is, dan zit er een afstelmechanisme in waarbij je dat voltage omhoog of naar beneden kunt bijstellen. Als eerste, je haalt dus even je accu los, dan haal je dat apparaat eraf. Wow, kom hier. Er zitten twee schroefjes in, eentje aan deze kant en eentje aan de andere kant. Daarmee kunnen we de ingewanden van het apparaat bekijken. Ingewanden die, ja, ik vind dat wel een mooi stukje techniek, eerlijk gezegd, als je het ziet. Er zit een spoeltje in, hier zitten de contactpuntjes waar ik het net over had. En dit is het afstelschroefje met een borgmoertje erop. Nou, het eerste wat je kunt doen, is even kijken of deze puntjes, en dat zijn eigenlijk dezelfde puntjes die ook voor je, hoe heet dat, voor je bougies gebruikt worden om vonkjes te maken. Kijk even of die ingebrand zijn, boven en onder. Als dat ingebrand is, haal er even een heel fijn schuurpapiertje tussendoor, dat ze mooi schoon zijn. Probeer het dan nog een keer en kijk naar dit tabelletje. Dat geldt dus voor de Honda CB750 voor. Er zijn vast ook andere oude motoren waar dezezelfde spanningsregelaar in zit, waar ongeveer hetzelfde voor geldt. Maar goed, zit je hier nou ver onder of ver boven? Kijk dan eerst even de afstand van je puntje. Hier tussenin, dus tussen dit lippie en de onderste, daar moet je een voelermaatje tussen kunnen doen van 0,6 tot 1 mm. Dus die, ik zal dat even pakken.
Die joekel je hier tussenin. En dan ga je gewoon kijken of dat goed past. Ja. Ja. Oh, wacht, dat zijn er twee. Ja, dan past het ook niet, Erik. Nee. Kijk, dat kan er gewoon netjes tussendoor. Nou, zorg dat die afstelling zo is. Hoe doe je dat? Dat doe je hiermee. Er zit hier een contramoertje op. Een borgmoertje noemen we dat ook wel. Die draai je los. Je kunt het schroefje indraaien. Wordt de afstand groter. Je kunt hem uitdraaien. Wordt de afstand kleiner. Dan zet je het borgmoertje weer vast. Ik weet dat dat bij deze niet meer werkt. Dit is gewoon uitgelubberd. Ik kan dit ding niet meer afstellen. Is dat bij jou wel het geval? Dan ga je net zo lang hiermee afstellen tot je voltage ongeveer hiermee klopt. Als je het borgmoertje losdraait, zo, en je draait de schroef in, gaat het voltage omhoog. Draai de schroef uit, gaat het voltage naar beneden. Let op, voordat je gaat testen, als die op de juiste plek zit, borgmoertje vast. Dat rammelt zo los. Als je die afstelling kunt maken, en dit lukt allemaal, nou ja, dan is je spanningsregelaar dikke vette prima. Deze is niet meer dikke vette prima, want ik krijg hier niet eens een voelaarmaatje van 0,5 mm tussen. Dat lukt gewoon niet. Dus ik krijg continu te weinig stroom. Lijkt het. Ik zal dat laten zien. Ik draai het borgmoertje los. Eens even kijken wat hier nu tussen past. Ik heb hier een 0,45. Deze. En die past er precies tussen. Maar ik wil minimaal 0,6. Dus wat ik nu ga doen. Ik draai die schroef in. Doe ik een lekker groot stukje. Zo. Borgmoertje vast. Ik heb hem al heel eind ingedraaid. Dan krijgt hij 0,45. Nog steeds met moeite ertussen. Dan zou je zeggen, nou dan moet ik hem gewoon nog verder draaien. Toch? Klinkt logisch, hè? Dus ik draai hem nou helemaal in. Nou, dan zie je al wel wat er gebeurt. Dit veertje hier, dat gaat tegen mijn spoel aankomen. Dat lijkt me niet goed. Kijk, ik draai hem helemaal in. Het borgmoertje zit nu vast, want hij wil niet verder. Maar ik kan nog steeds slechts een 0,45 mm voelervaartje ertussen. Dus dit ding is gewoon overleden. Er zit gewoon geen vering meer in de veer. En dan kan ik hier wel aan gaan buigen en doen, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik denk gewoon dat dit oud uitgelubberd is. En ja, weet je, na 52 jaar trouwendienst mag het ook een keer. Ik vind jouw mama, het is niet anders. Dus ik stuur hem nu op naar een meneer in Duitsland. Dus wat ik begrijp, een van de weinige meneeren ter wereld die dat doet. Die bouwt hier nieuwe ingewanden in. In mijn originele doosje. Want een doosje, ja, ik vind dat er nog heel mooi uitzien. En dan krijg ik een goede spanningsregelaar weer terug. Dus deze die zet ik in elkaar. Ga ik inpakken. Ja, en dan over een week of vijf of zo, dan komt hij weer terug. Oeh, spannend. Weet je, dat is nu ook niet erg, hè? Het is toch Pietjes weer. Ja, ik weet in afval wat er kapot is. Mijn spanningsregelaar die is gewoon naar zijn galamies. Die is uitgelupperd. Die gaat het niet meer doen. Maar wat jij nu in ieder geval wel weet, is hoe je je gelijkrichter kunt doormeten. Dat zit met die diodes, hè? Dat heb je met die multimeter. En als je wel een goede spanningsregelaar hebt, dan weet je ook hoe je zo eentje met contactpunten erin af kunt stellen. Nou, dat is op zich hartstikke handig, toch? Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer bij Ad Hoc. Hoi!